Hallo, morgen is de nacht van de nacht. Nacht van de nacht, hoe moet je daar nou weer bij verzinnen? Ja, iets met nacht. Maar nacht hebben we al eens een keer getekend volgens mij. Maar daar kunnen we wel weer wat mee doen. Maar het is over 2 dagen ook weer Halloween. Misschien kunnen we ook een pompoen gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, binnenkort is het weer Halloween. En ik denk, het is ook de nacht van de nacht. En laten we eens een pompoen gaan tekenen. Hè? Dan kan je dat ook weer gebruiken voor eventueel je Halloween kaartje of zo. Nou. Eigenlijk is een pompoen, heeft allemaal van die grote parten, zeg maar. Als je zo een beetje zo tekenen, dan krijg je al gelijk het idee van een pompoen. En zeker als we daar ook nog eens zo'n stil dikke steen op tekenen. Je zou dit hier nog een beetje kunnen arceren zo. Dan zie je echt dat het wel diepe groeven zijn van zo'n pompoen. Een schaduwtje. Een pompoen. Hier een iets dikkere lijn. Krijg je hier ook een beetje schaduwidee. Zo, voilà. Een pompoen. Je kan natuurlijk ook een pompoen tekenen met gezichtjes. Ze hebben trouwens niet allemaal die lijnen, maar dit vind ik erg een mooie pompoen. Je hebt ook pompoenen, die zijn meer rond. Zo. Er zitten wel iets van die streepjes zo in, maar die zijn niet zo dik. En dan kan je dat bijvoorbeeld inderdaad met Halloween, zou je daar een gezicht uit kunnen snijden. Zo. Dan doen we hier gelijk zo wat schaduw. Een beetje de diepte zo weergeven. Zo. Dus als we gisteren die schaduw hebben gedaan bij die letters. Zo. En dan hebben we ook een pompoen. En dan moet je stil er natuurlijk nog op, hè. Een beetje geinige stil doen zo. De steden van pompoen zijn een beetje grillig altijd. Ja, dit vind ik wel een mooie stil zo. En hierin zat dan een lichtje natuurlijk. Dus dat moet licht blijven. Nou, ik vind het ook wel een geinige pompoen, zeg maar. Je hebt natuurlijk allerlei soorten pompoen. Wat je veel in de winkel ziet is de flespompoen. Ja, dat zit, vind ik, ze noemen het een flespompoen, maar ik vind het een beetje meer op een peer lijken. Die ziet er namelijk een beetje zo uit. En ja, dat is meer, ik vind dat meer een peerachtige pompoen. Maar goed, het is ook een pompoen. En ja, je kan er heerlijke gerechten mee maken. De flespompoen. Pompoen. Ja, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met de pompoen tekenen. Ja, het is eigenlijk heel erg simpel. Ik teken eigenlijk zo, weet je, die maantjes zo aan elkaar. Stil erin. En dan is hij er eigenlijk gelijk al. Ja, en je kan natuurlijk variëren in gezichtjes, hè, in zo'n pompoen. Dus je kan iemand heel, je kan ze heel boos laten kijken, je kan ze laten lachen. Ja, je kan ook zo ogen tekenen. En dan zo. We hebben ook al een aardige pompoen zo. En die kijkt wat bozer. Hè? Zo. Nou, dat is ook een hele mooie, vind ik zelf. Ga zelf aan de slag met pompoenen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!